2020 bestond muziekvereniging OBK 100 jaar. Het zou eigenlijk een jaar worden van herinneringen ophalen, allerlei optredens en met als hoogtepunt het Blauwe Uur. Nou, corona bracht daar natuurlijk verandering in, maar op dit moment zijn de voorspellingen goed en de voorbereidingen van het Blauwe Uur zijn in volle gang. We staan hier in het Molenpark, het startpunt van het Blauwe Uur, wat plaats zal vinden op zaterdag 16 en zondag 17 juli. En het zal echt een uniek theatraal en muzikaal spektakel worden in de buitenlucht. Mijn naam is Lonneke. Ik sta hier samen met Jesse en Jan, twee karttrekkers van het programma of van de organisatie van het Blauwe Uur. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Ja, eerste vraag, het Blauwe Uur, wat houdt het precies in? Wat kunnen mensen verwachten? Blauwe Uur wordt een evenement, een uniek evenement. Iets wat Erp nog niet kent. Het is iets heel anders dan Lost in Music of het Klank en Lichtspel. Het wordt een evenement wat met name 's nachts gaat plaatsvinden. Zintuigen worden geprikkeld, muziek, dans en theater komen samen op één plek. Ja, klinkt leuk, klinkt heel uniek. En de term Blauwe Uur, want zo heet het event. Waar komt de term Blauwe Uur vandaan? De term Blauwe Uur is eigenlijk een fotografenterm. Dus morgens een uur voordat de zon opkomt en 's avonds een uur voordat de zon ondergaat. Is dat een moment dat de lucht extra blauw kleurt en dat er een zeker blauw zweem over foto's vallen. Eigenlijk moet je spreken van een blauw uurtje, want het is lang niet zeker een uur, maar goed, het heeft wel de naam. En het Blauwe Uur willen wij gebruiken om ons theater, ons muziektheater, vorm te geven, zeg maar. Hè. Dus via de kleuren van de regenboog gaan we naar het Blauwe Uur. Dus eigenlijk door gebruik van de zonsopgang, het Blauwe Uur, gaat het echt ook een hele beleving worden voor mensen. Met de muzikaliteit eromheen en het hele spektakel eromheen. Ja, dat vinden we heel belangrijk. Die beleving, experience, is tegenwoordig een moderne term natuurlijk om dat aan te geven. Veel meer dan alleen maar naar muziek luisteren of naar muziek kijken. We willen zoveel mogelijk ook visueel theater bieden. Dus niet alleen muziek, maar ook theater. Ja, gaaf, leuk. En hé, jullie twee hebben ontzettend veel, de karttrekkers van dit hele organisatie van dit event. Maar jullie doen het natuurlijk niet alleen. Hebben jullie hulp? Zijn er bepaalde commissies? Het Blauwe Uur wordt eigenlijk georganiseerd door Stichting Harmonieus. En binnen Stichting Harmonieus hebben we een stuurgroep opgericht die het Blauwe Uur gaat leiden, min of meer. En daaronder hebben we ook nog een heel aantal commissies, zoals de PR, sponsoring, financiën, programmacommissie. Heel veel vrijwilligers die iedere heel veel taken aan het vervullen zijn momenteel. Ja, mooi. En eventueel qua sponsoring, het kost natuurlijk aardig wat geld. Ja, we hebben een sponsorcommissie en die zijn dus al drie jaar geleden eigenlijk al aan de slag gegaan. En die hebben nu opnieuw hun contacten opgezocht. Dus bedrijven en stichtingen hier in Erp, Kerndonk, Boerdonk, Veghel, van allerhande soorten bedrijven hebben zij de toezeggingen om een bedrag te besteden aan het Blauwe Uur. Ja, dat is natuurlijk ook wel echt heel waardevol en ook inderdaad heel erg dankbaar voor te zijn dat daar die ondersteuning ook is. Ja, en dan hebben we natuurlijk de ondersteuning van de brandweer, muziekgroepen uit Kerndonk en Boerdonk, toneelgroep uit Erp, de EHBO, noem maar op, die allemaal in het programma hun kleine plaatje hebben. Ja, leuk. Dus er zijn inderdaad echt heel veel mensen bij betrokken. Bij de organisatie, maar ook inderdaad bij de creatie van dit event. Ik kan goed begrijpen dat mensen echt enthousiast zijn. En ook van mijn kant natuurlijk. Als mensen nu kaartjes willen kopen, waar kunnen ze terecht? Waar moeten ze naartoe? Vanaf 23 april dan gaat de kaartverkoop starten. Dat gaat online gebeuren via Eventix. Uiteraard kunnen mensen ook de website www.blauweuur.com opzoeken of de Erpse krant goed in de gaten houden. En daar zien ze vanzelf waar ze kaarten kunnen gaan kopen. Nou, zoals je dus hoort, wordt het echt een uniek spektakel waar alle zintuigen geprikkeld gaan worden en waar je echt bij wilt zijn. Hou social media in de gaten, hou de Erpse krant in de gaten, hè, wanneer dat de kaartverkoop gaat starten, zodat je er zeker bij bent. En wij hebben er in ieder geval zin in. Absoluut. Zeker weten. En tot ziens. Tot de Blauwe Uur.